Nou in de auto richting de dierenarts. Ik had dus vandaag mijn eerste werkdag. Ik vond het echt heel leuk. Ik heb echt hysterisch gehuild. We gaan naar buiten, Amy. Oh, een boom. Oh, ga naar buiten. Kom. Goed zo. Hallo. Yeah, Robin. Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Robin voor de mensen die mij niet kennen. Ik ben net wakker. Het is denk ik wel meer, nou ja, sowieso een jaar geleden dat ik zo vroeg heb moeten opstaan. Het gaat me beter af dan ik had verwacht, maar ik ben ook echt heel zenuwachtig. Dus ik had echt zo, oké, ik mag me echt niet slapen, want ik verslaap me echt heel snel. Dus ik had echt al 4 wekkers gehad. Ik ben nou even een koffietje maken, dan ga ik even eten en dan ga ik daarna gelijkertijd even goede tijden kijken. Want dan word ik even, nog even een zen momentje. En dan ga ik me opmaken en omkleden. En dan ga ik met Mier, ga ik Noor naar de dierenarts brengen. En daarna heb ik mijn eerste werkdag. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. En hoe ik het ga vinden en eigenlijk naar alles. Ik ben nu in de auto richting de dierenarts. Noor zit achterin. Ik ben echt super zenuwachtig. Ik hoop dat alles goed gaat. Ik vind het allemaal maar spannend. Ga je wel goed doen, Noor? Ga je braaf zijn? Jeetje. Met één hand is vast. Kusje, Rosie. Kus. Kus, 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 kus. Ik ben nu in Tilburg. Ik ben er bijna. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, we zijn net thuis. Ik heb net Nora opgehaald bij de dierenarts. Samen met Ramiro. Ze is helemaal sip. En ze heeft heel veel pijn. Ze heeft dus een pakje aan wat ze heel lelijk vindt. En Ramiro is gelukkig nog heel de week thuis, dus ik kan gewoon voor de zorgen. Maar ik moet tot en met donderdag werken. Ik had dus vandaag mijn eerste werkdag. Ik vond het echt heel leuk. Soms was het ook wel saai, want het is ook wel rustig. Maar ik heb ook heel veel geleerd. Want ik heb echt heel veel gehoord natuurlijk en heel veel info. Dus ik ben echt kapot. Ik heb helemaal zere rug en zere benen. Maar ik heb dus, mag je dus een draagset uitzoeken? Dan heb ik dus dit. Ja, zonder het jasje dan. Maar het is echt super cute. Het zit echt als een pyjama. En dit mag ik dus gewoon dragen met mijn eigen normale kleren. Heel leuk. Helemaal happy mee. Very nice. Ik heb me heel erg vermaakt op mijn eerste werkdag. Ik denk dat ik vanavond echt KO ben. Ik ga zo meteen even douchen. Ramiro is even boodschappen doen. En dan gaan we lekker eten. Ah, ik ging dus vanochtend Nora wegbrengen. En ik heb echt hysterisch gehuild in de auto. Want ik vind het gewoon allemaal heel eng. En ik heb dan zo, ik ben een jaar thuis. In dat jaar heeft ze me nooit echt nodig gehad, zeg maar. En dan de eerste dag dat ik weer ga werken, heeft ze me nodig. Dat ik zeg maar, je kon dan nog een bloedonderzoek doen. Om te controleren of dat de nieren en zo goed werkte. Maar ze was dus al heel bang toen we naar binnen gingen. Ze dacht ik, oh shit, shit, shit. En toen zei ze van, als je wil, kan je erbij blijven. Maar ik moest dus om 8:50 de trein halen. En het was al 8:15. Ik moest ook nog naar huis rijden. Dus ik zei, ja, ik red dat gewoon niet. Ik zeg, hoe lang duurt het? Ja, ze wist ook niet wanneer ik aan de beurt was. En ze wist ook niet hoe lang dat duurde. Ik zeg, ja, dat kan ik gewoon niet. Mijn eerste werkdag kan ik echt niet flikken. En ik heb ze van, als het nou van tevoren gezegd was, dan had ik nog kunnen vragen aan mijn werk van, hè, kan ik wat later beginnen? Want ik mocht ook wat eerder weg om Nora op te halen, zeg maar. Dus ja, dat was heel erg balen ze. Toen heb ik echt zitten janken in de auto. Dat is toch je kind. Heel veel mensen zullen dit heel raar vinden, maar Nora is gewoon echt mijn kind. Ik heb een heel jaar 24/7 met haar thuis gezeten.
En nou ga ik ineens werken. Ik vind het heel kut. Maar ik heb een leuke dag gehad. En Noor die is gelukkig gewoon weer gezond. Die komt er wel bovenop. Mier is nog heel de week thuis om lekker voor haar te zorgen. Dus dat komt gelukkig wel goed. Ook zoiets, dan had ik Ramiro's nummer doorgegeven. En dan hebben ze mij dus gebeld. Maar echt al om 11:15 dat ik echt dacht, fuck. Dus ik had teruggebeld. Het zei ze, ja, ik wilde even bellen dat alles goed was gegaan. Maar dan denk ik, ja, hiervoor geef ik Ramiro's nummer. Zodat hij mij gewoon een appje kan sturen met het is goed. En dat als er slecht nieuws is, dat ik dat ook niet via de telefoon op mijn werk hoor, zeg maar. Dus had ik ze teruggebeld. Toen werd ik ook 3 minuten in de wacht gezet. Maar ik hoorde dat het goed was gegaan. Dus toen heb ik Ramiro geappt van, ja, bel jij maar. Want ik kan er niks aan doen, zeg maar. En ik kan niet op mijn eerste werkdag gewoon 10 minuten aan de telefoon zitten. Dat vind ik echt niet kunnen. Maar het was een hele leuke dag. Morgen ga ik weer werken. Het zal een saaie vlog zijn. Want het is eigenlijk alleen maar werk. Ja, ze gaat lekker naar buiten kijken. Een hele goede morgen. Het is nou dinsdag, ja. Ik heb nu mijn tweede werkdag en ik heb me helemaal omgekleed. En ik heb dus gisteren die set gekregen die ik had laten zien. En die mag ik dus ook los aandoen. Want omdat ze nog niet open zijn, krijg ik maar 1 set. Noor is heel erg aan het piepen van de pijn. Maar nu heb ik het dus zo. Dus ik heb lekker een body met een mooie blazer. En dan de broek erbij. En mijn Dr. Martens. Ik had 2 weken geleden of zo al hele leuke oorbellen gezien die ik wilde. Dus die ga ik vandaag halen. Ik ben benieuwd wat we vandaag gaan doen. Ik kan ook niet echt filmen daar, want dus ik werk pas net. Dus dat zou heel raar zijn. Maar ja, het is een beetje saai vlog deze week. Maar zo be it, niks aan te doen. Hallo opa. Ik heb geen lepel. Heb je geen lepel? Nee, ik heb geen lepel. Nou, Mie heeft dus gekookt. Dit hebben we toen bij Joe gegeten. Is kip curry. Viva. Curry met kipsnitzel, zelf gemaakt. En die was echt heel lekker, want ik hou helemaal niet zoveel van kip curry. Maar deze was toen echt lekker, dus ik hoop dat dit het goede is. Want Ramiro vroeg aan Joe van, was het nou knor? En toen zei hij, ja, het was inderdaad knor. Dus dat Mia had knor gekocht. En toen zei hij ineens, ja, het kan ook magisch. Dat zijn 2 verschillende dingen. En dan lekker met rijst en wokgroenten. Dus ik ben benieuwd hoe het smaakt. Ik heb echt honger, dus maakt me eigenlijk niet uit. Ik wil gewoon alles eten. Onderweg naar Amy. En de droes is bij ons opgeheven sinds 2 weken geleden. Maar ja, toen had ik nog last van mijn heup natuurlijk. Dus we mogen op buitenrit. Dus we gaan zo meteen op buitenrit. Ik ben super excited. Amy en ik deden dat eerst echt elke week. En toen zouden we het eigenlijk door de winter heen gaan doen. Maar ja,
Er kwam dus droes en dan mag je dus niet van het trein af. Dus ja, dat was wel jammer. Maar nu is het dus weer de droes voorbij en het is echt lekker weer. Dus ik ben very excited. Ik heb er echt veel zin in. Ik ben echt net een klein kind. En dan ga ik even Amy ophalen en gaan we even naar stal. Beter wordt groen. Dat is er. Je hoofd echt zo. Het is nog ochtend. Ja. Nou, ik was gewoon om 8:30 gewakker. Om 8:30? Ja, gewoon uit mezelf. Oh, lekker. Toch? Ja, maar ik vind dat altijd wel lekker. Nou ja, niet echt uit mezelf, maar ik werd meer wakker omdat er geluid was op de gang. Oh. En daarna kon ik niet meer slapen, dus het was ook niet helemaal uit mezelf. Wat zei je? Ben jij je ons aan het vermogen? Ja. We gaan naar buiten, Amy! Yay! Yes! Ja. Ik ben echt benieuwd naar dat filmpje, de auto. Ik heb dat zoetje. Speed heeft er ook zin in, hè, Speed? Nou, we hebben het in ieder geval overleefd om het terrein af te komen. We zijn al een stap verder. Lekker! Woehoe! Vet enthousiast! Lekker eten. Oh, een boom! Sukkel. Kom! Goed zo! Heel leuk! Oh, nou, Enza loopt erop. This is something new. En Speedy vindt het ook prima. Nou, we gaan goed het nieuwe jaar in. Ja, echt hè. Let's go, crew. Ga erop, kom. Kom. Goed zo. Ja, precies. Ik ben dus nu onderweg naar Joy verven. Vandaar deze broek. Maar ik ben er bijna, want het is gewoon het park door en daar is het. Dus dat is super leuk als ze daar straks woont. Ik heb alleen geen idee welke deur het is. Dus ik moet zo even Joy bellen. Ik weet niet waar ik heen moet, maar verdwaald. Hallo! Welkom in Witkrol. Nice! Nice. We zijn er. Wow, het is echt huge, maat. Goeie. Ja. Hallo. Goedemorgen. Ik heb net mijn haar uitgespoeld. En ik ga nou even mijn krullen doen. En dan gaan we even boodschappen doen. Papa en mama hebben Jackie langs gebracht. Dus die zit nou hier op de bank. Jacqueline. Hallo. Nora vindt het heel leuk. Maar Noor mag nog niet zoveel spelen, want die is natuurlijk gesteriliseerd. Dit ziet er niet uit, maar dat gaan we fixen. Nou, we zijn nu nog even thuis en dan gaan we Jackie naar huis brengen. En dan gaan we naar Louise en Michelle. Even de tv uitdoen. Maar dan gaan we dus naar Louise en Michelle en dan gaan we daar sushi eten voor mijn verjaardag. Sushi. Nou, kom op, ga uit. Dus dan gaan we even met de auto Jack naar huis brengen en dan rijden we daarna door. Nou, Ramiro vindt mijn lipgloss is niet mooi. Maar ik wel. Kun je dus zo'n wondje? Doet echt pijn. Volgens mij, wat zei je nou dat je dan fruit moest eten? Als ik zo'n wondje heb. Afte. Ja, maar afte zit in je mond. Dat kan toch niet?
Waar zou ik nou weer herpes van moeten hebben? De krullen zitten echt mooi. Heel blij mee. Ik heb net weer eventjes een beetje moes erin gedaan. Dan kan ik dat straks even uitscrunchen. Ik was dus de stad in geweest met Jackie en Noor. Maar je hebt dus in Breda vandaag een picknick of zo. Dus er lagen allemaal van die kunstgrasjes. Maar Nora en Jack werden er heel hyper van, dus dat was niet heel chill. En het was echt heel druk. Maar ik vind deze look wel leuk, met mijn lipgloss. Je vindt het wat minder, maar zo be it. Dan gaan we dadelijk een sushi eten en mijn verjaardag vieren. Blijkbaar heeft Yara voor mij taarten uitgekozen, dus ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. En ik kan kaarsjes uitblazen nog voor mijn verjaardag. Ben je gevraagd voor me? Dat maakt toch niet uit. Ik dacht jij is dat juist wel van ja? Sushi. Noah is ook echt heel gezellig. As always. Noah, kijk eens. Mag ik de creatie? Yeah! Robin! Ik ga stuk. Zo cute. Gaan we samen blazen, jaar. Helaas, Robin. Oh ja. Ja, dansen, ja. Oh, ja. Ze denkt, dit is te gek. Ze denkt echt, wat is dit? Oké, okay, okay. 3, 2, 1. Nog een keer. Nog een keer. Nog een keer. Goedemorgen. Ik ben nu onderweg naar de auto. En dan gaan we Gelinde ophalen. Dan gaan we naar stal. En ik heb mijn camera mee. En mijn stabilisator. Dus ik hoop dat ik ook een paar mooie video's kan maken. Kan ik alvast even oefenen. En zij gaat ook foto's van mij maken. Dus dat is wel leuk, want ik heb nooit zoveel foto's van mij en Speedy. Omdat ik altijd foto's van iedereen maak. Dus dat is wel gezellig, daar heb ik zin in. Ik hoop dat de zon een beetje gaat schijnen. We gaan het zien. Ik voel me weer zo lullig. Dan zie ik dus een jongen helemaal in het donker, zeg maar. Maar dan loopt hij dus altijd zo zwerf rond. Dat is een beetje een gekkie. Dus ik dacht eigenlijk dat hij dat was. Het was gewoon een beetje, vind ik altijd gewoon een enge man. Dus niet, ik weet niet, ja, het is wel een zwerver, denk ik. Maar ik was helemaal alleen. Ik had natuurlijk die camera mee, mijn stabilisator, mijn telefoon en deze camera. Dus ik dacht, oh my god, was het heel iemand anders. Dan voel ik me vet lullig dat ik dan weer zo angstig ben. Ik heb wel zo, ja, want er ging dan zo'n go-scooter pakken. En ik, ja, straks naait hij alles uit mijn handen. Niet dat het heel erg is, het zijn mijn spullen, maar ik bedoel, zo. Het is wel balen. Nou, we gaan nu even met Noor wandelen. Ik heb vandaag met Gelinde allemaal foto's gemaakt van Speedy en van Enzo. Dus dat was heel leuk. Echt wel lang mee bezig geweest. Dus ik ben eigenlijk vergeten om te filmen. Maar ja, maakt ook niet uit voor een keer. We gaan nou even met Noor lopen en dan gaan we eten. We hebben ook nog de auto gewassen. En ik ben net 2 uur bezig geweest om heel mijn homescreen van mijn telefoon te veranderen. En ik moet ook nog editen, dus dat ga ik zo meteen doen. Nou, ik ben nu aan het editen, as you can see. En zo meteen gaan we even eten. En daarna, ja, ik hoop dat ik dan klaar ben met editen eigenlijk. Maar ik heb dus mijn homescreen veranderd. Het is nou zo. Ik weet niet of je het goed kan zien. Zo. En dan heb ik het helemaal zo. Very cute. En zo. I like it. Ik vind het echt heel nice, maar ik hoop dat het ook efficiënt is. En dit is wel gewoon lekker rustig, want ik krijg hier dus ook geen pop-ups. En dan heb ik hier zo gewoon een mapje met alles wat ik, zeg maar, heb openstaan. Dus ik hoop dat dit ook goed gaat werken voor me. Maar ja, morgen moet ik weer werken. Misschien dat ik jullie dan weer meeneem, I don't know. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot volgende week.